de crisis is natuurlijk losgemaakt door de financiële crisis. Hè. De ratio's klopten niet meer en het systeem is vrij dramatisch in elkaar gezakt. Maar dat is in andere landen ook gebeurd. En nu zie je de merkwaardige situatie dat in Nederland het consumentenvertrouwen lager is dan in andere landen. Ondanks het feit dat een aantal fundamentals in Nederland, zoals de balans van de overheid, begrotingstekort, totale schuld, werkloosheidscijfers, exportontwikkeling, toch tamelijk positief is in vergelijking bijvoorbeeld van mediterrane landen. Maar toch is dit vertrouwen is zo laag. En de interessante vraag is, hoe komt dat nou? Waarom is dat zo? Je ziet dus dat die financiële crisis niet alleen een crisis losmaakt in de financiële kanalen, maar bijvoorbeeld ook in de hele bouw en alles wat met de woningmarkt te maken heeft. Dus ook mensen die tapijten verkopen of keukens verkopen of badmeubelen, dat soort dingen meer. En sommige van die sectoren wordt op dit moment een verlies van bijna 50% geconstateerd ten opzichte van het hoogtepunt een paar jaar geleden. Nou, dat zijn afnames die hebben we sinds de Tweede Wereldoorlog niet gezien. Ik zelf denk dat een van de dingen waar Nederland uniek in is, overal zie je natuurlijk dat het vertrouwen geschokt is, maar het vertrouwen is met name hier geschokt. En een van de dingen die ik zie, ik vind dat de Nederlandse politici onhandig manoeuvreren met die economie. En vooral bepaalde dingen en bepaalde politieke maatregelen nemen die het vertrouwen voortdurend verder ondermijnt. Het eerste wat ik zie is dat er wordt dan een initiatief genomen, dat wordt dan afgesproken en vervolgens 3-4 maanden later wordt het weer veranderd. Dus men kan geen planning doen. En als er nou één sector is waar je financiële planning moet doen, is dat natuurlijk toch de woningmarkt. En dat is erg belangrijk. Dus voortdurend worden de bakens verzet en de piketpalen bijgesteld. Soms in gunstige richtingen, soms weer niet. Maar je weet eigenlijk niet waar je aan toe bent. Dus men houdt de knip op de portemonnee. Dus dat vertrouwen wordt voortdurend verder ondermijnd. Het tweede punt is dat het regeerakkoord wat destijds eind vorig jaar naar buiten gekomen was een buitengewoon ongelukkig akkoord. Dat heeft het vertrouwen binnen 24 uur verder geschokt. Kijk, nivellering is iets wat het een prachtig politiek ideaal vindt en de ander verafschuwt. Maar in een periode van economische neergang gaan nivelleren is natuurlijk een buitengewoon ongelukkige maatregel. En een financieel krachtige groep in Nederland begreep ineens dat op slag je 500 euro schoon per maand kwijtraakt. Ja, daar moeten maatregelen voor genomen worden. Wat doe je? Je spaart. En je ziet dat spaarquotum dus ook steeds meer oplopen in Nederland. Ik geloof dat er op dit moment al 325 miljard euro in de spaarbankboekjes staat in Nederland. Dat is ongeveer de helft van de totale schuld aan hypotheken. Dus dat is een enorme omvang. En dat betekent dus dat de Nederlandse consument gelooft er niet in, heeft geen vertrouwen in hoe er omgesprongen wordt met de crisis en zegt, ja, ik moet dus voor mezelf zorgen. En de enige manier dat ik dat kan doen is sparen en zorgen dat ik een beetje reserve achter me heb. Dus als je iets aan deze crisis wilt doen, het is meer een psychologische crisis dan een feitelijke crisis, dan zal je dus op een gegeven moment een beleid moeten hebben wat rustig is, dat betekent niet al te veel zich wijzigt en stabiel is. En instabiel en rustig betekent ook het niet bewandelen van allerlei hobby's en merkwaardige zaken. Nee, stevig de lijnen uitzetten en je daar dan verder aan houden.